Goedenavond, ja. Dure biertjes stekel. Jij, wat heb jij? Ja, dat komt uit Duitsland, maar het is geïmporteerd uit Amerika. Oké, ja. Kleine omweg. Wil jij die biersponsor eens vragen wat dat nou voor onzin is? Ja. En of die er wel genoeg bomen voor terugplant. Ja. Dat gaan we zeker doen. Welkom bij Topneems, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Christian Solzer. Christian, je bent van Startpage. Ja. Je bent hier eerder geweest, maar we beginnen toch weer even bij het begin. Ja. Wat doen jullie? We zijn een zoekmachine die je privacy beschermt. Dus wij slaan niks van je op. Geen zoekopdrachten, geen IP-adres of andere persoonlijke informatie. Wij tonen jou de resultaten zoals ze zijn. Gewoon ongepersonaliseerd. Ja, want jullie borduren voort. Daar maken wel gebruik van de kracht van Google, hè? Ja. Ja, Google, dus wel kracht van de engine, zeg maar. Ja. Ja, een stukje achtergrond daar is, er zijn in principe 4 grote zoekindexen in de wereld. Google, Bing en Yahoo, die gebruiken dezelfde. En dan heb je Baidu in China en Yandex in Rusland. Elke andere zoekmachine is eigenlijk een afgeleide van die 4. En wij hebben een partnership met Google. Simpelweg omdat zij waanzinnig goede resultaten tonen aan gebruikers. En dat heeft vooral in Europa te maken, want zij snappen talen heel goed. Google, als mensen aan Google denken... Denk ik aan de mensprivacy, zoekmachine. Ja. Dus je hebt daar een partnership mee. Hoe werkt dat dan? Nou, wij betalen ze voor de zoekopdrachten die worden ingediend. Yeah. Dus jij doet een zoekopdracht bij ons. Wij doen een verzoek bij Google en wij krijgen een set met resultaten terug. En die zijn gebaseerd op hun algoritmes. Yeah. Dus niet gepersonaliseerde dingen, want wij weten niet wie jij bent of waar je vandaan komt, whatever. En die resultaten tonen wij jou op basis van de algoritmes waar ze al de afgelopen 20 jaar aan hebben gewerkt. En wat zij doen met die data, ja, dat is juist een van de redenen waarom wij ook met Startpage dit doen. Precies, dus je haalt alle persoonlijke gepersonaliseerde dingen die normaal Google wel weet, omdat je in een browser zit waar je misschien zelfs wel ingelogd bent met Google. Ja, ze pakken je hele profiel natuurlijk. Je geschiedenis en je Gmail-communicatie, ze pakken alles erbij en op basis daarvan filteren ze... Tonen ze resultaten. Ja. En dat kan heel handig zijn. Mensen vinden dat natuurlijk ook gewoon heel fijn. Gepersonaliseerde resultaten. Ja, daarom. Ik wil juist de dingen die bij me passen. Dat, dat is prima. Niks mis mee. Dat is heel persoonlijk. Daar kan je van mening over verschillen. Nee. Zo, wil jij niet het beste resultaat dat bij jou past? Of wil je het resultaat dat bij je buurman past? Nou ja, ik hoef niet zo nodig in die filterbubbel te blijven zitten... waarin je steeds doorlopend bevestigd wordt in alles wat je daarvoor ook al hebt gedaan. Ik vind het wel leuk om iets wat anders te zien. Daar zit je al 50 jaar in, Stekel. Zat je met de krant ook. Ga jij nou wat anders doen? Dan gaan we even deze discussie... Nee, maar het is een hele goeie. Ja. En dit is ook een van de redenen namelijk waarom wij... wat wij met Startpage altijd deden... want we zijn al een privacy zoekmachine sinds 2007... Ja. En het verhaal wat we altijd vertelden is, privacy betekent vrijheid. En privacy is een mensenrecht. Dus gebruik Startpage. En mensen, natuurlijk is privacy belangrijk, maar het is super persoonlijk. En de groep mensen die snapte dat privacy vrijheid is, dat is echt een kleine groep in de wereld. Jij niet. Als in, ik ga jou niet overtuigen, want dat gaat me gewoon niet lukken. Dat heb ik vorige keer geprobeerd. Ja. En op basis van die input... mede hebben nagedacht van hoe kunnen we dit merk nou groter in de markt zetten. Want we willen niet in dat kleine aluminium hoekje blijven zitten. Met alle respect voor die mensen die echt heel erg geven om die privacy. Want jullie hebben echt je propositie geherlanceerd. Totaal. Deze maand. Nieuwe vormgeving. Alles, Nieuwe positionering. Ja. Kun je eens vertellen hoe die positionering dan nu eruit ziet en waarom jullie dat gedaan hebben? Nou... Het verhaal wat we de afgelopen 10 jaar hebben verteld, dat staat heel erg dus op privacy is belangrijk. Yeah. Dus je moet onze zoekmachine gebruiken en Google is slecht, want hun privacy. Maar dat is natuurlijk helemaal geen slecht product. Google is een waanzinnig goed product. En wij houden ook gewoon van nieuwe technologieën. Alleen wij willen dat mensen meer bewust gaan worden wat er met data gebeurt. Dus waar we het verhaal op hebben aangepast, is eigenlijk de universele waarheid waarmee we allemaal zijn opgegroeid. En dat is, wat voor mij is voor mij. En wat voor jou is voor jou. Punt. Einde discussie. Daar zit geen ruimte tussen. Daar zijn we allemaal mee opgevoed. Alleen toen we 20 jaar geleden online gingen, hebben we dat een beetje losgelaten. Van, we delen gewoon van alles. En sommige mensen vinden dat prima. Ik vind het heerlijk. Gewoon personaliseerde resultaten, fantastisch. Ja, ik ben blij dat Spotify rekening houdt met wat ik luister. Ja. En andere mensen hebben daar weer een ander gevoel bij. En wat wij dus willen met dit nieuwe merk... is wij zeggen, wij willen dat jij zelf gaat nadenken waar je de grens trekt. Wij gaan niet meer zeggen wat privacy belangrijk is, want dat is super persoonlijk.
We willen gewoon dat jij nadenkt over wat jij gaat delen online en dat je weet dat er alternatieven zijn. Dus wanneer jij zegt, nou, ik vind het helemaal fantastisch, dan val jij niet in onze doelgroep en ga ik je ook niet proberen te overtuigen. Wat we eerst heel erg wel wilden, zeg maar. We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen van het belang van privacy. Nee, je snapt het of je snapt het niet. Snap je het niet? Perfect. Even goede vrienden, gaan we verder met Stekel. En gaan we het hebben waar hij de grens trekt. Want hij zegt, nou ja, ik vind Google wel fijn. Ik gebruik zelf Google Maps om hierheen te rijden bijvoorbeeld. Of ik gebruik ook gewoon af en toe Google, want dat vind ik gewoon een fijn product. Maar op het moment dat er persoonlijke dingen zijn waarvan je denkt, voel ik me niet comfortabel bij om dat te zoeken. Ziektes, de standaard dingen. Ziektes, porn, financiën. Verzin het maar waar je zelf de grens trekt. Waarvan je denkt, nou, ik wil dan toch liever dat in een zoekmachine doen waarvan ik zeker weet dat die niks van me bijhoudt, dan dat het wordt toegevoegd aan mijn profiel van wat ze allemaal van mij hebben. Dus het is een heel ander verhaal. We gaan die mensen meer overtuigen. Nee, we gaan gewoon mensen zorgen dat ze gaan nadenken dat er alternatieven zijn. En ik las eigenlijk twee dingen daarin, in die nieuwe positionering van jullie. Dat jullie het omdraaien en zeggen, nou, we zijn niet meer van de privacy, maar we zijn vooral in het minimaliseren van de risico's. Hè? Dus het jezelf indekken. Nou, dat zit meer aan de bedrijvenkant, inderdaad. En vooral dan die zakelijke markt. Ja. Waarom zou die zakelijke markt jullie product aan de gang gaan? Iets wat we hebben gezien als gevolg van de AVG en de GDPR. Rond die tijd, ook daarvoor toen het lanceerde, want het heeft eigenlijk niet echt iets met de AVG. En even voor de duidelijkheid, je bent niet in overtreding als bedrijf als je gewoon je medewerkers laat googlen, toch? Dat neem ik aan van niet, nee. Nee. Dus het heeft niks met de AVG als wetgeving te maken, maar wel met het bewustzijn. Met de bewustwording van al die mensen. Dus je hebt het over directie, je hebt het over de legal council, je hebt het over chief security, information officers, die mensen. Die in één keer zeggen van ja, wat hebben we nu allemaal aan data in het bedrijf? Ja. Wat wordt er allemaal gedaan? Ja. En bij wie komt dat terecht? Bij wie komt dat terecht? En dat is dus waar mensen bedrijven over na gingen denken. Dus waar we nu mee hebben gepraat de afgelopen maanden. Nederlandse ministeries, Europarlementariërs, grote banken in Europa, andere grote bedrijven die naar ons toe zijn gekomen. En die zeggen, we hebben gewoon heel veel mensen bij ons kantoor. Nou, we hoorden net ziekenhuizen, 10.000 man. Maar ook een ABN AMRO of een KLM en dat soort clubs die 10.000 man op een hoofdkantoor hebben zitten, die elke dag vanuit dezelfde locatie allemaal zoekopdrachten uitvoeren. En zoekopdrachten binnen het bedrijf zijn automatisch belangrijk, anders doe je ze niet. Voor het bedrijf belangrijk, hè? Ja. Dus ja, onderwerpen zijn klanten, prospects, acquisities, intellectueel eigendom, patenten. Dat zijn allemaal dingen waarnaar wordt gezocht op zoekmachines die niet per se private zijn. En dan is het in één keer een afweging binnen een bedrijf die zegt, oké, wij weten nu niet wat er met die data gebeurt. Het gaat ergens heen. En wat ermee gebeurt, geen idee. Kan van alles zijn. Kan gecommercialiseerd zijn, kan overheden zijn die meekijken, maar we weten het niet. We gaan niet in die aluminiumhoek meer zitten. Nou, het is dus, we weten het niet versus startpage. Nou, we weten zeker dat er niks mee gebeurt. En we weten wel dat we dezelfde kwaliteit en resultaten krijgen die we gewend zijn al. Maar heel veel bedrijven en instellingen zijn hier natuurlijk ook in de begintijd, denk ik, heel vrij gemakkelijk in geweest. Mm. In die zin dat zelfs voor de interne zoektechnologie van hun eigen sites Google-servertje in het rek schroefde. En ook niet helemaal dachten van ja, wat er verder gebeurt met al die data, het zal wel. Het is goedkoop en het werkt. Het gaat helemaal terug naar iets heel fundamenteels. Maar mensen willen niet zoeken, mensen willen vinden. Ja. En dat geldt bij bedrijven natuurlijk niet anders. Ik moet denken aan de discussie toen ik bij de NOS, Hoofdnieuwe Media was. Toen hebben we gekozen om het niet te doen. Toen moesten we, dan hebben we ook met een open source, Lucene, geloof ik, of weet ik welke. Ja. Een open source. Maar er zitten ook weer haken en ogen aan. Dus die nieuwe technologieën zijn fantastisch. Maar in dat gat springen jullie eigenlijk ook, dat je zegt, behalve de interne zoeken. Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan jullie niet doen, maar zeg je nou zelfs wat je klanten of je bezoekers doen. Al die mensen die je gewoon op kantoor hebt zitten. Ja, al die mensen op kantoor, die zoeken daar ook de hele dag te zoeken. Ja, tuurlijk. Elke journalist zit de hele dag te googlen. Natuurlijk, iedereen doet onderzoek. Als je dan een profiel stopt, dan heb je veel dan zegt dat iets. Ja, het kan iets zeggen over je. Ja. En dat is dus het risico afdekken van dat er mogelijk... En dan kun je dus best voorstellen dat op de R&D-afdeling van een Shell of ASML of weet ik wat, dat mensen denken, nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat allemaal wil delen. Precies. Ja. Want we weten het niet wat ermee gebeurt. En dat is dus weer een gevalletje risico's afdekken. En dan gaat het niet per se dus over privacy,
Maar wat gebeurt er met de data van ons bedrijf? En we willen dat weer met dezelfde propositie. Wat van ons is, is van ons. Het is onze data. Het is van ons. Dit bedrijf is van ons. Weet je? Je bent er trots op en je wil die data in de tent houden. Dus dan wil je het risico afdekken. En dan zeg je, nou, dan gaan we gewoon een private search engine gebruiken. Dus dat zien we nu steeds meer door AVG, GDPR. Dat is echt een gevolg. Jullie zijn in Nederland begonnen. Maar ik kan me herinneren, de vorige keer dat je was, hadden jullie in Amerika ook al behoorlijk voet aan de grond. Ja, Duitsland en Amerika. We verwerken ongeveer 6 miljoen zoekopdrachten per dag. Okay. We weten niet hoeveel gebruikers het zijn, want dat meten we niet. Dat is de grap ervan. Ja, we hebben geen idee, we hebben geen analytics of dat soort dingen. Ja, hou je gewoon niet bij. Nee, hebben we niet. Nee. Ja. Dus we hebben een tellertje op zoekopdrachten, dus ongeveer 6 miljoen. En dat vertaalt zich tot 2 miljard per jaar. Even in verhouding, Google verwerkt 3,5 miljard per dag. Dus ja, we zijn er nog niet. Hè? Ja. Maar grote markten zijn inderdaad... En loopt het in Duitsland relatief beter dan in Nederland? Ja. Hoe komt dat? Bewustwording daar is gewoon een natuurlijk wantrouwen wat ze daar hebben in grote organisaties, in Amerika, in Amerikaanse producten, in hun eigen overheid. Dus daar zijn ze veel bewuster van alternatieven. Daar zoeken ze echt oprecht naar. En dat zie je ook niet alleen dat de consument daarmee bezig is, maar ook de media die daarover schrijft. Die schrijven veel vaker daar, ook de computerbladen of gewoon verslaggevers. Die heel veel artikelen schrijven, de alternatieven voor. En dat zie je in Nederland niet zo heel veel. Nee. Het leeft veel minder hier. De consumentenkant dan. Ja, maar goed, 2 jaar geleden was je hier. Ja. En toen was je dus al met die landen bezig. Welke stap hebben jullie in die 2 landen gezet? Ik denk dat we in beide landen tussen de 10% en 20% gegroeid zijn. En waarom, dat klinkt niet in heel erg... interessant, als in niet te groeien. Niet exponentieel. Nee, zeker niet. Ja. En dat heeft dus, die inzichten kregen we dus, dat we het verhaal wat we vertelden helemaal niet goed resoneerde. Dat viel helemaal niet, bij een hele kleine groep. En dan zie je dus, als je dan zulke percentages groeit, terwijl je denkt, nou, ik wil verdubbelen, want het momentum is er, en mensen, en de GDPR, en het kan. Nou, dus we hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit nieuwe merk, en gezegd, nou, nu moeten we echt de versnelling gaan maken, om bij een groter publiek, een veel logischer verhaal neer te zetten van, denk eens nou over alternatieven. Waar zoek je allemaal naar? En waar trek je zelf de grens? En ons doel dus nu als bedrijf is dat wij als startpage.com, want we hadden allerlei titels en we hebben alles samengegooid op één merk, om daar eigenlijk de tools te bouwen die je gewoon elke dag gebruikt op internet, maar daar gewoon privéversies van te maken. Want je hebt ook mail doen hier ook, toch? Ja, mail. En dat gaan we in 2019 ook compleet omgooien en ook verwerken in startpage.com. Dus dan hebben we search, we hebben mail en we hebben afgelopen week ook anoniem browsen toegevoegd direct in onze zoekmachine. Oké, hoe werkt dat? Dat werkt dat wanneer jij een zoekopdracht doet... Want tot nu toe was het zo, je zoekt bij jullie anoniem. Ja. Dat wordt niet opgeslagen, maar op het moment dat je op een link klikt... Ja, dan ben je overgelaten. Dan ga je naar, laten we zeggen... een grote keten, bol.com, Coolblue, whatever. En je krijgt gelijk 30 cookies op je... Ja, de, cookies, trackers. Trackers, ja, dus wanneer je dan een product kijkt, dan zie je overal die producten weer terug... Ja. En we hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan ook naar gebruikers. En zeggen, ja, wat vind je nou irritant? Ja, die advertenties overal. Ja, dat snappen we, zeg maar. Ja. Alleen en de anoniem browser lost dit op. Hoe werkt dat dan? Nou, wat wij doen is, achter elk zoekresultaat staat er een knop Anonymous View. Of in het Nederlands anonieme weergave. Daar kan je op drukken. En dan laden wij de site die jij wilt bezoeken, laden wij in op onze omgeving. De site die je bezoekt... Die weet alleen dat Startpage de site heeft bekeken. En wij tonen jou die site in volledige privacy. Ja, dus jij gaat altijd via jullie. Gaat altijd via ons. Wij zitten er als privacylaag tussen. Nou, wat lost dat op? Geen irritante advertenties die je achtervolgen. Je bent niet meer... word je geprofiled wanneer bijvoorbeeld dynamische prijzen. Je weet al, als je naar een hotel zoekt of vliegtickets... Dat die prijzen in één keer worden veranderd omdat je een Apple hebt. Of omdat je 6 keer... Dat vind ik eigenlijk ook wel een goed argument, dit alleen al. Je zegt, wil je niet dat gezeik van die... Of die achtervolger van die advertentie? Daar was natuurlijk ook een scheidsziek van. Ik word ook wel helemaal gek dat als ik een hotelkamer wil boeken... dat ik 6 keer mijn cookies moet weggooien omdat ik anders te veel betaal. Ja, precies. Dat is wat ik altijd doe. Dus dit zijn heel andere argumenten. Dus, wat hebben wij dan... waar hebben we naar gekeken? Waarom hebben we hiervoor gekozen? Is onder andere dat je hoeft hier niks voor te installeren. Mensen die hebben echt
zijn bekend met hun eigen software, met hun eigen browser. En ze hoeven niet nog extensies te installeren of een aparte browser te installeren. Dit is gewoon direct ingebouwd in onze zoekmachine. Dus ook wanneer je op een wifi zit, op een vliegveld die je niet vertrouwt. Nou, dan zorgen wij ervoor dat in ieder geval die sites die je gaat bezoeken automatisch beveiligd zijn. Maar als jij zegt van advertenties vinden mensen vervelend, maar het is wel jullie verdienmodel, ja, toch? Ja, wij tonen in... We komen op een bepaalde manier eigenlijk niet verder. Hè? Want iedereen weet wel dat advertenties irriteren. Mm-hmm. Mm-hmm. En kennelijk werken ze toch voldoende. Nou, advertenties... Het lukt maar niet om eigenlijk daar echt alternatieven voor te vinden. Nee, daar ben ik met je eens. Nou, wat het probleem is, zijn die advertenties die je achtervolgen. Dat je elke keer ziet... In de ja, basis... Je hebt het al gekocht en dan nog word je achter. En dat zijn dus de frustraties. Dat zijn de, ja. Dat zijn de ergste. Dus wat wij zien is dat wij tonen advertenties boven zoekresultaten. Dat is inderdaad ons verdienmodel. Wat wij doen is, die advertenties worden gebaseerd op alleen die ene zoekopdracht die jij doet. Want we weten simpelweg verder helemaal niks van je. Dus de kans bestaat dus dat jij op New York zoekt bij ons, dat er geen adverteerder is. Want die weet helemaal niet wat de intentie is. Of je nou op zoek bent naar een hotel, een boekverslag of Hotel New York in Rotterdam, bij wijze van. Je hebt geen idee. Maar op het moment dat jij zoekt echt naar vliegtickets naar New York bij ons, dan zit er een intentie in die zoekopdracht. Ook al weten wij helemaal niks van jou als gebruiker. Dan zegt de adverteerder, nou ja, het is duidelijk dat... Ja, je voorbeeld is niet helemaal goed, want je hebt gelijk 3 advertenties bovenaan. Maar goed, maakt niet uit. En dan heb je dus hele... New York heb ik ingetikt. Booking.com. Dan gaan mensen er toch vanuit dat je dat het grootste kans is dat je een reis of een hotel wil. Ja, daar gaan ze dan vanuit. En wat is dan het risico voor deze adverteerder? Is dat ze helemaal... Dat die niet gericht is. Dat die niet relevant is. Ja, want ik wil naar Hotel New York in Rotterdam. Ja, precies. Ja. 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 Dus dat is dan hun risico. En het zorgt er wel voor dat inderdaad, in dit geval goed dat er wel advertenties zijn voor ons, maar inderdaad voor de gebruiker niet zo heel relevant voor jou. Ja. En dat heeft alles te maken met dat die adverteerder totaal niet weet dat wij hier gewoon iets aan het zoeken zijn en niet op zoek zijn naar inderdaad hotels. Hey, maar daarom, hè, want kijk, voor mij geldt eigenlijk, dus ik snap je verhaal, maar doordat ik er 3 advertenties boven krijg, voelt het toch als gebruiker hetzelfde als Google. Het voelt toch alsof ik bij een dienst ben die mij iets wil verkopen. Ja. Is daar nou geen andere oplossing voor? Kan ik? Er zijn wel methodes voor. En dat zijn bijvoorbeeld vragen van donaties. Of een abonnementsmodel. Hebben jullie het overwogen? Want jullie hebben blijkbaar een serieuze herpositionering. Ja. Blijkbaar. Jullie hebben een serieuze herpositionering gedaan. Ja. Daar gaan altijd heissessies aan vooraf en strategische discussies. Ja, zeker. Zijn dit soort dingen allemaal langsgegaan? Ja. En betalen, doneren. Ja. Gekozen voor het advertentiemodel. Ja. Waarom? Omdat het het meest anoniem is voor ons. Wij weten alsnog helemaal niks van de gebruiker. Wanneer jij een abonnement bij ons afsluit, weten wij in principe gewoon wie je bent. En dus we gaan zo ver op het gebied van privacy dat wij echt niks van jou willen weten als gebruiker. Dat blijft wel bij onze kernwaarden staan. Ja, en kunnen jullie hier als bedrijf dan van leven? Als kleine speler binnen die markt? Ja. Ja? We zijn 10 jaar rendabel. Dus, Ja. Dus we nemen ook echt heel goed de tijd om dit soort nieuwe merkposities goed te overwegen en te kijken hoe we dan kunnen gaan groeien. En nu is het moment om de markt in te gaan. Ja, nu begint mijn werk. Toch vind ik het altijd grappig, want dat vertelde je 2 jaar geleden ook. Ja. Weet je, jullie zijn toch een soort half... idealistisch, half commerciële onderneming. Dat net zo goed een stichting kunnen zijn. Ja, klopt. Maar dat zijn jullie niet. Nee. En jij bent er ook gaan werken, omdat je hebt hiervoor ook in een keiharde commerciële omgeving gewerkt. En je dacht van, dat heb je vorige keer uitgelegd, verteld, ik wil gewoon iets doen waar ik me goed over voel. Achter staat, ja, klopt. Hoe zit dat in die balans? Want het lijkt me een ongelooflijk lastige. Want jullie zijn natuurlijk een club idealistische mensen, anders zou je dit niet doen. Nou ja, waar we mee bezig zijn is natuurlijk het geld wat we verdienen, investeren we weer terug in dit soort nieuwe innovaties. Zo'n anoniem browser wat we nu echt als verlengstuk hebben toegevoegd in zoeken. Mm-hmm. Die mail die gaat verbeterd worden. En wat we dus met het merk hebben gezegd, wat ik net al een beetje zei, is we willen eigenlijk allerlei tools gaan aanbieden waarmee jij... die je dagelijks al gebruikt, maar dan automatisch private. En dat kun je dus verwachten de komende jaren van ons, dat we search, mail, browsen en dan kun je nogal een paar dingen verzinnen waar we naar kijken om alles vanuit één merk, eigenlijk Google natuurlijk dat ook altijd heeft gedaan vanuit één sterke propositie, uiteindelijk met Google en hun apps, ook al heb je natuurlijk andere titels als YouTube en zo erbij, maar dat is wel wat we als ambitie hebben.
En ook al zijn we een commercieel bedrijf, ja, we moeten gewoon, we blijven wel innoveren hierin en door investeren in extra tools om ervoor te zorgen dat jij in controle kan zijn van je eigen data. Hey, maar je gaf net even aan de verhouding tussen jullie en Google. Ja. Daar gaapt nog een klein gat. Klein, ja. En terwijl jullie verdienmodel toch advertenties is. Ja. Voor advertenties heb je volume nodig. Ja. Jullie bestaan al heel lang. Ja. Want vorige keer bestonden jullie al 10 jaar volgens mij. Ja, het is officieel opgericht in 98 zelfs. Ja. Ja. Maar hoe bestaan jullie, zeg maar? Wat, ik bedoel, verdienen jullie... Of zit er nog iemand achter anders met heel veel geld die gedacht heeft van dit moeten we gewoon iets moois van maken? Zelfs als je op Erwin Blom zoekt, krijg je een advertentie. Ja, over jachtbemiddeling krijg je dan. Het is blijkbaar iemand die daarop adverteert, ja. Nou ja, je bent wel overtuigd. Het is gewoon geen zinvol. Het is geen, niet gepersonaliseerde advertentie. Nee. Ga jij nou eens even naar die jachtbemiddeling? Zul jij voor dat je juist die jachtbemiddeling... Ja, dat levert jullie in ieder geval. Nee, maar ze weten dat jij een boot hebt. Ja, dat weten ze natuurlijk. Via je camera. Toch wel. Oh, ja. Ze zien ons. Ja. Maar goed. Hey, maar even, we verdienen gewoon geld, toch? Ja, we zijn gewoon een commercieel bedrijf, dus we verdienen gewoon geld. Ja, tuurlijk. Ja. En dat kan gewoon, omdat wij een wezenlijke verschillen zijn. Is wij investeren natuurlijk wel in nieuwe producten. Alleen voor mij als marketeer is er een uitdaging, omdat ik net vertelde, we hebben helemaal geen analytics. Dus het inkopen van verkeer, wat menig bedrijf doet, gewoon traffic inkopen... Dat kunnen wij helemaal niet, want ik kan het helemaal niet doormeten. Dus onze propositie en marketingactiviteiten zijn altijd heel erg veel op PR geweest en echt een community. Dus ja, we hebben 6 miljoen zoekopdrachten per dag en we hebben daar geen advertentiekosten tegenover staan. Nee. Dus marge. Ja, en als Google doorontwikkeld worden de resultaten beter, daar hoeven jullie ook niet. Nee. Daar gaan jullie ook niet. Nee, nee, we verrijken de resultaten wel met allerlei, zoals we het zelf noemen, instant answers. Dus wanneer jij zoekt op een term als, Amazon of Coolblue inderdaad, dan zal er vast een Wikipedia-artikel bestaan. En dan vullen wij aan de rechterkant dat mooi op met die informatie. Of wanneer je zoekt naar kaart van Amsterdam, dan krijg je een kaartje van Amsterdam. Of weer Amsterdam, dan krijg je mooi een overzichtje van het weer te zien. Om er wel voor te zorgen dat mensen sneller tot die antwoorden komen van waar ze naar zoeken. Want ja, ze willen dingen vinden, niet zoeken. Dus daar proberen we echt iets toe te voegen op de resultaten die we hebben. Maar verder, ja, het opbouwen van een eigen zoekindex, dan moet je echt miljarden meebrengen. Hey, hebben jullie, die hebben er tot nu toe voor gekozen om daar Google voor te gebruiken. Ja. Maar ik neem aan ook dat jullie elke keer daar weer naar kijken. Van, ja. Is Google de beste partij? Want ja, we hadden jullie zijn niet... Google is... Het kan ook elk jaar bij wijze van spreken misschien weer een ander zijn. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Kijken jullie elke keer naar hoe goed zijn de verschillende zoekmachines? Ja. Of hoe gaan die om met data? En wie is de beste voor ons om te presenteren aan onze gebruikers? Ja, wij doen marktonderzoek ernaar. We hadden eerst ook een partnership met Yahoo. En die hebben we stopgezet toen zij de grote hack hadden van 1 miljard e-mailadressen. Ze dachten, ja, dat kunnen we niet meer verkopen aan onze gebruikers. Dat zij de beste zijn. Op het gebied van privacy in ieder geval de beste zijn. Ja, wat ik zei, er zijn maar 4 zoekindexen in de wereld. Dus wij kijken ook natuurlijk naar onze concurrenten. We hebben een grote concurrent in Amerika, DuckDuckGo. En die gebruiken Yahoo-resultaten. En wat we veel zien... Wordt dat nog doorontwikkeld? Ja, is dat nog een merk eigenlijk? Yahoo is een merk inderdaad, maar Yahoo krijgt weer de resultaten van Bing. En dat is Microsoft. Ja. En Microsoft die investeert wel door inderdaad. Ja. En die doen echt het best om ook in Europa veel meer voet aan wal te krijgen. Het gaat erom dat mensen willen vinden en niet willen zoeken. En wat we dus veel zien, ook in onze gebruikersonderzoeken, ook op social media, dat mensen zeggen, ja, ik gebruik nu een Yahoo of een Bing of een DuckDuckGo. Alleen, ik vind maar niks, want die resultaten zijn zo slecht. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja, wij zitten goed met Google. Google is de beste gewoon. Die snappen de talen. Die weten gewoon op basis van relevantie waar wij naar op zoek zijn. Ze hebben niet voor niks een marktaandeel van, dit is het 95% in Europa. Ja, omdat ze het snappen. En in Amerika liggen die verhoudingen anders. Daar is Google, Yahoo en Bing, die vechten daar echt goed om marktaandeel. Ja, daar denk 60, 30 of zoiets. En dan de andere 10, zoiets. Maar... Ja, ik weet eigenlijk niet meer. Ik heb het vorige keer toen je hier was, heb ik Startpage als zoek startpagina ook gezet. En op een gegeven moment heb ik het weer veranderd. Ik weet eigenlijk niet meer waarom. Oké.
Ja, dat kan. Ik zal het weer eens proberen. Ja, probeer. Zeker de nieuwe versie. En ook met het anoniem browser. Kijk, ik weet nog wel, het lastige is natuurlijk dat je... De gebruiker die kan nooit controleren... Nee. Wat de kwaliteit van je resultaat is. Ja. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Ja, dat is het ook. Ja. Je biedt een propositie, je kunt het heel goed uitleggen. Dat doe je nu ook. We gebruiken gewoon Google. En dan kan ik het in twee tapjes een paar keer gaan proberen. Hè. Ik tik het zelf erin, eens kijken wat het verschil is. Nou, dat is allemaal niet of nauwelijks. Nee. Maar het is zo moeilijk uit te leggen. Weet je, in de zin van controleerbaar. Het is want jij zet er ook advertenties boven. Weet je, ik moet jou eigenlijk geloven. Ja, klopt. We waren het eerste bedrijf die een extern zegel echt kregen. Die echt gewoon ons toetste als bedrijf van... is het waar wat die lui zeggen? Gewoon, want ja, geloof mij op mijn blauwe ogen. Ja. En weet ik veel wat er gebeurt op de achtergrond. Al zou het is natuurlijk eigenlijk onze primaire propositie. Mochten we ooit om wat voor reden wel data hebben staan... En daar komen mensen achter, kunnen we de tent sluiten. Maar het is alsnog een lastig verhaal. En wij zijn echt niet zo goed als al die zoekmachines... met al die dingen die ze hebben en al die miljarden die zij hebben. Ja, we proberen er tegenop te boksen. En dat is dus ook de verandering in het verhaal. We gaan echt niet meer van jou verwachten dat je ons volledig gaat vervangen. Dat is helemaal niet reëel. Dat is het niet. Maar af en toe daarnaast, dan ben ik al blij. Ben je al tevreden? Ja. Hey, jij bent een van de... Je bent, daarvoor ben je bij ons te gast geweest omdat je bij Tickets... Ja. Dat je een van de grondleggers daarvan was. Mm-hmm. Organisatie die onder meer helpt culturele geïnteresseerden te koppelen aan het aanbod in een stad. Hè? Ja. Daar gaat daar super goed mee. Ja. Recent nog een gigantische investering opgehaald. Klopt, ja. Toen we het daarover hadden, zei jij toen van... Ja, weet je, als ik gewoon een paar jaar er zit en ik snap het trucje, zeg maar... dan verlies ik een klein beetje misschien mijn interesse. Of dan kunnen andere mensen het beter. Ja. Hoe zit dat hier? Wat maakt dat jij nog steeds hier je energie in stopt? Nou, ik heb hiervoor dus... Nou ja, naast Tickets heb ik ervoor nog een ander klein bedrijfje. Dat was van niets iets maken. En dit is al iets. En voor mij dan de uitdaging om van iets... echt iets heel erg groots te maken. Als ik echt in de buurt kan komen van ook maar een procent marktaandeel van Google of zoiets... gewoon echt een wereldwijd merk in de markt zetten... door allerlei verschillende proefballonnetjes op te laten... en kijken wat werkt en wat niet... daar haal ik heel veel voldoening uit. Inderdaad. Ja. En dan nog eens een keer bij een club te werken... die ook ergens inderdaad voor staat waar ik persoonlijk ook die match mee heb. Was dat bij Tickets natuurlijk ook zo van het cultuur toegankelijk maken. Daar sta ik ook voor. Maar privacy, en dat is natuurlijk ook gewoon een heel mooi... onderwerp wat ik graag aan de man wil brengen. Dus ja, daar ligt voor mij persoonlijk de uitdaging is om hier een wereldwijd merk van te maken. Ja. Waar mensen echt nadenken over die uitdaging van gedrag een beetje proberen te veranderen. Ja, maar jullie zijn toch deep down, zijn jullie gewoon een stelletje activisten. Stiekem wel. Ja, hè? Ook de mensen die er werken wel, ja. Ja. Alleen vanuit marketing... Juist die combinatie... Van het wel willen groeien. Ja, dus die drive is er zeker. En alleen, ja, je moet op een gegeven moment wel realiseren... dat als het verhaal niet lekker meer werkt... of je groeit beperkt... dan is het gevaar dat je ook ingehaald gaat worden. En daar moet je verandering voor teweeg brengen. Oké, vandaar de rebranding. Vandaar het nieuwe verhaal. Ja, en een nieuw product. Anoniem browser meteen ingebouwd. Anoniem browser. Ik ga het weer proberen. Goed zo. Laat me weten hoe het gaat. En we houden je in de gaten. Tof. Ja, hey, heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PUQR voor de hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor de livestream. En Freedom Lab voor de wekelijkse gastvrijheid. Volgende week zijn we er weer. Iedere dinsdagavond zijn we er. En je weet, je kunt ons totale archief via YouTube en via fastmovingtargets.nl bekijken. Dag.